Bij de familie Kraan zijn de voorbereidingen op het verrassingsetentje bijna klaar. En ondanks de stressmomenten hebben de kids het wel voor elkaar gekregen om in mum van tijd het huis om te bouwen tot restaurantje. Jongens, sorry voor mijn stressaanvalletje van net. Ja, we hebben het overleefd. We hebben het overleefd. Nou, het zweet breekt me uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk af is. Wat is dat nou? Ach. Oh, dat is leuk. Nou. Hoera, 4 jaar getrouwd. Welkom in jullie restaurantje. Oh, wat leuk. Ach, wat leuk zeg. Moet lachen. Wat gaat ze dat nu zeggen? Iedereen moet wel. Ik hoor ze. Ach. Oh, dat vind ik leuk. Nou, dat vind ik ook echt heel leuk. Hi, wat hebben jullie nou gedaan? Ja. Oh, wat leuk. Ben je ook thuis van je werk? Hij zat verstopt in de kast. Echt? Op zolder. Ja. Echt? Ik denk misschien wel 2 uur dat hij daar verstopt zat. Kom verder. Echt? Het is alcoholvrije champagne. Wat net aanruiken, ja? Jongens, laat ze even erdoor gaan. Jassen aan, jongens. Papa en mama, kom verder. Ja. Welkom. Oh jeetje. Oh, lachen. Oh, wat leuk. Jongens, mannen. Wat leuk. Wie is dat dan gedaan? Wachten. Met z'n allen. Liggen. Al die foto's. Hoe heb je het gedaan, stelletje eikels? Nou, oh, lief. Heet het echt? Mijn zenuwen slopend, jongen. Oh. Hey, Linda. Mama en papa. Pak het dan erover. Deze foto. Is heel mooi. Ik weet niet wat ik zie. Ik ben echt even sprakeloos. Echt sprakeloos. Ik vind het echt heel mooi. Ja, jongens, ben ik maar. Nee, zo op je hand. Ja, goed zo. Heel mooi. Er zit citroensap bij met zure komkommer. Zo. Oh, dat ziet er wel heel erg mooi uit. En salade. Dit is smakelijk. Zo. Heerlijk. Papa, mama, Julia wil graag even een speech doen namens alle kinderen. Lieve papa en mama. Werken en huishouden, dat zijn 2 taken wat jullie doen. Maar naast dat zijn jullie ongelooflijk goede ouders. Met 7 kinderen en 8e opkomst. Wij willen met deze unieke dag laten zien hoeveel jullie voor ons betekenen. Oh, dat vind ik echt heel leuk van jullie. Wat ontzettend lief. Dankjewel. Mijn doekje. Ja, dat is mooi. Dat is een huilen, huilen. Dankjewel. Jullie zijn echt hele lieve kinderen. Echt wel. Ik ga heel erg lekker eten. Heel erg lief van jullie. Echt waar, van jullie allemaal. Hey, dames en heren. Spannend? Ja. De volledige familie Bunnebrug is aangekomen in het ziekenhuis om hun kleine broertje en kleinzoon voor het eerst te ontmoeten. Hallo. Stop, ga je maar de kapot. Neem een beetje alsjeblieft. Ik hoor je moeder al. Die hoor je al volgens mij al buiten het gebouw. Oh. Mooi, ik zei. Hey. Ja, jongens. Goeiedag. Dag. Hallo. Hey, schatje. Hey. Oh, allemaal mooi. Oh, kijk even de baby daar. Allemaal tekeningetjes. Oh, heb je de cadeautjes meegenomen? Hey. Mama, toetie, mama. Hey. Oh, wie is dat? Ja, ze weet het. Is dat baby? Devon. Devon. Ja, een aparte naam trouwens. Lief, hè? Wacht, mama is ook lief. Ja, ja. Lief, ouwe. Niet met je niet. Oh, ballon. Nee, niet met je. Hoe vinden jullie dat? Leuk. We hebben een leuke babybroertje. Er waren nog cadeautjes voor mama. Dat zijn er nog niet, joh. Ja, er waren nog cadeautjes. Ja, hè? Met die maar die waren nog groter volgens mij qua maat. Nee, ja. Volgens mij 68. Ja. Oh.
die is wel blij. Ja, die is leuk, hè? Hey. Die is echt leuk, die. Ze is super, super lief. Nee, die is voor baby. Die is voor de baby. Hey. Ja, die is voor de baby. Ja, baby sluit altijd. Oh, baby aaien. Ja, dat was er net ook. Ja, weet ik. Jongens, even opzij, dan gaan even Shellen erbij. Heel voorzichtig aaien. Heel voorzichtig. Ja, zachtjes, hè? Je zit met fontanel, hè? Zachtjes. Lief, hè? Lief, hè, baby, hè? Ja, baby lief, hè? Ben jij ook lief? Ja, goed zo. Wat is dat? Kom maar weer dicht. Lief, hè? Zo, kom maar. Ja, het is natuurlijk altijd mooi als je dit kan delen met je kinderen. Dat is toch ook ontvankelijk zijn voor dit. Ja. Dat er toch wel mooi op gereageerd wordt. Ja. Het is wel mooi. Het is gewoon heel mooi. Kan je de baby kijken? Wat drinkt de baby dan? Melk. Gewoon bij mama. Is er dan melk in je? Ja, want vrouwen hebben melkklieren. Dat zijn melkklieren, die produceren melk. Kijk, bij een koe is dat ook een beetje, maar dat is weer net anders. Kijk, maar koeien eten gras. Kijk, wij eten geen gras. Maar dat is vergelijkbaar. Vrouwtjes die, hebben andere hormonen. Dus bij hun kan dat gewoon zo, dat als je een babytje krijgt, dan komt er melk uit. Jij hebt ook met mama gedronken, hoor. Jij hebt allemaal met mama gedronken. Ja. Ja. En nu is het zijn beurt. Doetie. Gideon, Chifan, Chanel. Chanel, laat die ballon hangen. We gaan nu naar huis. Nee. Ja, mama moet rusten. Ik wil hier blijven. Nu gaan we naar huis. Ja, we gaan naar huis. Snel thuis. Ja. Wie huilt? Daro. Hij is echt een van de weinigen. Mama komt ook naar huis, Daro. Ja, nou, kom op jongens. Nog één kusje, mama. Mama, kusje geven, we gaan naar huis. Zak eens bellen via de camera, ja? Ja, goed. Mama, kusje. Oh, nee, mama, kusje. Oh, mama, kusje. Mama. Mama, kusje. Mama. Mag ik het jasje aandoen? Ja. Hou van jou, mama. Hou van jou, meis. Hou van jou, mama. Nou, we hebben wel te slapen, precies. Ja, jullie mogen lopen. Deze kant op, jongens. Wat is daar? Nee, daar is... Oh ja, daar ligt het. Doe maar, sneller. Net zoals een jong zeehondje. Ja, dan kom maar achter de deur, doe maar. Nee, hier, achter de deur, achter de deur, doe maar. Achter de deur, achter, hè. Ja, let op, hoor. Nou, wat is Jana nou dan? Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Nou jij. Oké? Ik weet niks, hè? Ik weet niks. Ja? Oké. Wacht, ik moet toch eerst vragen, waar is Caroline? Waar is Caroline? Jalla, nog een keer. In huizen Jelies is het al lang bedtijd geweest. Maar voor een beetje geinen is altijd ruimte. En dat weet Janneke ook. Nou, de kinderen leggen nog niet op bed, denk ik. Maar ze mogen altijd wel even opblijven bij Johan. En al zeg ik 100 keer doen ze op tijd naar bed, maar Johan knijpt vaak even oogje toe van... Nou, laat maar even op of laat maar even wakker. En Johan is daar gewoon wat makkelijker in. Die zegt, nou, als ze wat later liggen, dan komen ze er ook wel. Ik ben wat meer van de structuur en Johan is wat van de ontspanning en die relaxheid. Gang in je bedden, gang daar. Gang daar. Genaagd, patamuntos. Sst, hé, sst, sst, sst. Genaagd. Genaagd. Genaagd, lekker slapen. Wel te rusten. Genaagd. Nou, ik kan net zo goed door naar die andere twee. Het is 8:30. Ja? Ja, kom. Bed? Kom. Albertine en Jantine. Ja. Maar de hele dag geinen, dansen, koken, vaatwassers inruimen... en de kids op bed leggen, het heeft er bij Johan wel ingehakt. Genaagd. Ik ben moe. Absoluut. Maar ook omdat je best een pittige week weer... qua werk... achter de rug. En dan Janneke aan het werk. Nou ja, ik dit. Nou, je hebt niet echt rust. Je hebt niet echt een rustige vrijdagavond.
Ik zit nog in mijn werkkleren. Geef niet. We gaan straks douchen. Kind, zijn de klontjes er al uit? Stan, ga weg. Je brengt me helemaal de stress. Ik doe het niet goed, Stan, want het klont het. Mijn moeder wordt niet goed. Alles is onder. In Boskoop is het verrassingsetentje voor Linda en Ivan nog steeds in volle gang. Inclusief de bijbehorende stress. Jouw keuken is ontploft. Nou, dat moet je me even niet zeggen, want dan ben ik uit mijn zeepbel. Kan je het loslaten? Ja, ik moet nou wel. Ik ben opgevallen, dus ja. Vind, wat heb je er toch weer een zooi van gemaakt? Kap het nou eens! Klinten dit? Ja, maar echt! Zei ik nou niet zo? Na dit stukje live entertainment is het tijd voor het hoofdgerecht. Waar zijn de auto's? Kijk eens. Nou, het zoemen. Zo, dat ziet er lekker uit. Ja, ik mocht helemaal niks bij me. Zo, ik heb een boos achter. Ik ben niet zo boos, het is toch hartstikke lief dat jullie allemaal. Ondanks de chaos hier en daar is deze avond voor Ivan en Linda heel bijzonder. Als samengesteld gezin is dat lang niet altijd even makkelijk geweest. We zijn al vandaag 4 jaar getrouwd en 12,5 jaar samen. En als ik zie waar wij, hoe wij met elkaar zijn begonnen. Ja, dat is lastig geweest. En wat wij allebei mee hebben gemaakt. En ja. Het gevoel dat we het gefaald hebben allebei. Naar onze kinderen toe vooral. Ja, hoopt samen een gezin te krijgen met je partners toen. Ja, dat is ons toen allebei niet gelukt. Dus zo zijn wij wel met elkaar begonnen. Dat wij een beetje wantrouwend waren. En ja, heel erg. Met toch ook wel 3 kinderen die ook wel wat hebben meegemaakt. Ja, klopt. En Sam nog heel erg zijn territorium verdedigen in het begin. Ja, wat ik ook wel begrijp. Want ja, ik kwam ineens met 2 kinderen bij hem wonen en bij zijn vader. Maar ja, dat was voor mij ook niet altijd makkelijk en voor mijn kinderen ook niet. Nee. En als ik dan inderdaad kijk nu. Met zoveel kinderen, zoveel mooie kinderen. En wat stiefbroer en stiefzus. En halfbroer en halfzus komt in dit gezin niet voor. Dat gebruiken we niet. Ondanks het feit dat ze dat allemaal wel van elkaar zijn. Ja, dan kan je toch alleen maar heel trots zijn, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Als je een samengesteld gezin hebt, dat is echt wel veel moeilijker dan een normaal gezin. Ja. Maar het kan wel. Ja, het kan zeker. Geef nooit op. Het is tijd voor het klapstuk van de avond. Want Marlin heeft gezorgd voor een bijzonder dessert. Hey. Ja, sorry. Doe de ogen maar open, mama. Wil je zo'n stukje taart eten? Even de traantjes weg. Hey, jullie. Hij wil er nog even op toevoegen dat ik ontzettend trots op jullie ben. En dat ik jullie heel dankbaar ben dat ik toch, ondanks dat ik mijn biologische vader niet ken, ik heel goed hier ben opgevangen en altijd welkom ben hier. En daarvoor deze taart ook. Dag, doe eens gek. Super. Echt heel mooi. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Wel een beetje een normale stuk, hoor. Dat is heel makkelijk. Zo! Van. Lekker hoor. Geef mij maar een lekker groot stukje hoor. Mag ik een bloemetje? Een roosje mag mama. Ik wil jullie sowieso even heel erg bedanken allemaal voor dit ontzettende mooie verrassingsetentje wat jullie voor ons georganiseerd hebben hier in huis. En de versiering en... Ja? Ja, ik denk, dan hoor je me misschien even. Ik wil jou ook even bedanken. Ik wil jullie allemaal even bedanken. Dus echt ontzettend lief. En ik ben blij dat jullie onze kinderen zijn. Ik ben hartstikke trots op jullie allemaal. Dat is heel lief gezegd. Dank jullie wel. Wij zijn ook trots op jullie. Heel knap dat jullie het alles weer voor ons verborgen weten te houden. Ja. Dat mag ik wel een beetje zo. Jullie, ja, vanmiddag. Maar je liefst wel tegen mama.